verhaal van Villa Wilhelmina begon eigenlijk in het voorjaar van 2009. Ik was op verhalensafari, dat zijn tochtjes die ik maak op zoek naar verhalen. Was ik in Barcelona, in een oude wijk, Tibidabo. Een oude wijk boven een berg vol met oude villa's. En ik liep daar tegen een bejaardentehuis aan, Villa Magda. En het was zo'n leuk sfeertje, het was een gek straatje. Ik hoorde mensen lachen en ik hoorde radio uit de ramen komen. En ik zag langs de villa een terras dat uitkeek over Barcelona. En daar zaten allemaal een beetje raar geklede oudjes, een beetje excentriek. En ik dacht, nou, hier moet gewoon een verhaal in zitten. Het duurde ongeveer een jaar voordat het verhaal weer op tafel kwam. We zaten in een brainstorm ons af te vragen hoe het nu eigenlijk zou gaan met Pippi Langkous. Stel je eens voor dat het inmiddels een oude oma is geworden. Die in een gek bejaardentehuis zit, tussen allemaal gekke oudjes. Nou, voeg daarbij dat sfeertje wat ik proefde op die berg bij Barcelona. En we hebben natuurlijk een prachtige basis voor een verhaal. En naast al die gekke, excentrieke oudjes in dat grote huis, bedachten we ook een meisje die als een ontdekkingsreiziger door het huis gaat. Ze ontdekt eigenlijk steeds achter iedere deur weer een nieuw verhaal. En natuurlijk het grote mysterie wat er is. Ja, de villa zelf moest ook een belangrijke rol gaan spelen. En daarvoor haalden we hem eigenlijk weg van zijn plekje in Barcelona. En we plaatsen hem op een rotseiland aan de kust. De villa moet je eigenlijk zien als een soort vreemd land wat ontdekt moet worden. Het zit vol met donkere gangen, hokjes, trapjes. Het lijkt er soms zelfs op dat de villa van binnen veel groter is dan van buiten. Je komt er ook allerlei moderne snufjes tegen. Nou, modern toen de villa gebouwd werd in 1900. Je moet dan denken aan de buizenpost die overal een brommend geluid maakt. Maar ook van die kleine, rare, ouderwetse liftjes die maar heen en weer lijken te gaan. Na de zomer van 2011 was het eindelijk zover. Bij Circus Pets en bij uitgeverij A.W. Bruna besloten we dat we met het verhaal verder wilden. We gingen snel op zoek naar een geschikte auteur en we kwamen al snel terecht bij Mariette Sigaar. Mariette had ook al meegedacht aan het hele concept. En ze had voor ons al de eerste twee delen van het ministerie van Zeer Geheime Zaken en de Kik Fearless serie geschreven. Gelukkig zei ze ja, dus we konden aan de slag. Omdat we vanaf het begin al wisten dat het een rijk vormgegeven, een rijk geïllustreerd boek moest worden, viel de keuze voor de vormgeving al snel op Mark van Doorn. We hadden met Mark al heel veel CX Pets projecten gedaan en we wisten met hem zou er een boek uitkomen waar we allemaal blij mee zouden zijn. Voor de illustraties kwamen we terecht bij Nicole van Doorn. We hadden met haar al eerder gewerkt op het eilandenavontuur. En ze had inmiddels een stijl ontwikkeld die precies paste bij wat we voor ogen hadden met dit avontuur. We kwamen erachter dat de naam Villa Magda niet meer de lading dekte. We wilden heel graag de naam van het meisje wat op ontdekkingstocht gaat door het huis in de titel hebben. Zij heet Wilhelmina, afgekort in Nina of Mina. Dus het werd al snel van Villa Magda naar Villa Wilhelmina, onze definitieve titel.